thema was Kids in Space. En de kinderen werden ontvangen door de stormtroopers van Star Wars, die heel lief waren. Er was van alles te doen voor de kinderen. Je kan op tramp springkussens, je kan voetballen, je kan boven kan je popcorn eten, je kan snoep eten, je kan je laten sminken. Zelfs het biljart werd niet gespaard. Bij dit feest zijn heel veel vrijwilligers betrokken. Dat was eigenlijk toen onze kinderen heel jong waren. Toen kwamen ze hier een keer op de speelstuif. Toen was ik bij een activiteit en toen dacht ik, dat is leuk. En ik denk, dat is handig en goed dat de ouders daaraan meedoen. En ik wilde er zelf ook aan meedoen. En ik doe het inmiddels al bijna 18 jaar. Mijn kinderen zijn al groter, maar ik ben hier blijven hangen. En het is nog steeds heel erg leuk. De stemming was opperbest. Iedereen had het naar zijn zin. U heeft die kleinkinderen rondlopen. Hoe vinden die het? Ja, hartstikke leuk. Er staat er een. Die vinden we leuk. Wat vertellen ze u er allemaal over? Nou, weinig, want ze komen even kijken, dan zwaaien ze en dan zijn ze weer footsie. Dus dat zal vanavond wel komen. Ik vind de haai heel leuk, omdat zeg maar, het is een springkussen waar je in de mond kan. En dan gaat die mond omhoog en dan kan je via een glijbaan naar achteruit. En dat vind ik heel leuk om te doen. En wordt je dan opgegeten door die haai? Ja, een soort van, maar dan niet echt dat je doodgaat, je kan er gewoon weer uit. Ja, ik heb 3 kinderen. Eentje, een meisje van 11 en een tweeling van 6. En denkt u dat ze het naar hun zin hebben? Ik weet het zeker. Ze zien er al dagen naar uit om hier te mogen spelen. Ze zijn dol enthousiast. Ik probeer ze nu ook mee te krijgen, maar ze willen nog niet echt. Dus u komt volgend jaar terug? Absoluut. De organisatie kijkt zeer voldaan terug op een mooi, vermoeiend weekend. Wat is de formule van dit succes? We zijn allemaal vrijwilligers. Er zit hier absoluut geen commerciële missie achter. Onze missie is om die kinderen een leuk weekend te geven. Zonder het maken van winst of andere gekke dingen. We willen gewoon die kinderen een ontzettend leuk weekend geven. We zijn allemaal ouders, papa's en mama's, oma's en opa's die helpen. En dat is vooral de formule, denk ik, van de speelstuif. Ja. Met de ondersteuning van een echte Jedi-ridder kan het ook niet fout gaan. May the Force be with you.